gefeliciteerd, hè. Geniet ervan. Dankjewel. Ben jij nu ook van plan om je eerste huis te kopen? Een heel goed idee. De huizenprijzen stijgen namelijk weer. Afgelopen jaar zelfs met 4%. En de verwachting is dat het de komende tijd echt nog wel even door zal gaan. Daarnaast is de hypotheekrente extreem laag. Een voorbeeldje. De afgelopen 50 jaar is de 5-jaars hypotheekrente gemiddeld 7,1% geweest. En nu ruim onder de 2%. Ja, wat de rente gaat doen, dat weet niemand natuurlijk. Maar dat die nog nooit zo laag is geweest, dat is een ding dat zeker is. Dit maakt dat het een heel mooi moment is om een eigen huis te kopen. Een jaar geleden stonden in deze straat meerdere huizen te koop. Nu nog maar eentje. Nou, een beter bewijs dat de huizenmarkt aantrekt, kan je bijna niet krijgen. Wil jij je ook gaan oriënteren? Ga dan eerst langs je financieel adviseur. En laat een beeld brengen wat je kunt lenen, maar veel belangrijker, wat jij wilt lenen. Het is namelijk belangrijk dat je ook na het kopen van het huis lekker verder kan leven. Op de manier zoals jij dat wil. En daarom moet jij bepalen wat je uit wil geven. Aan je huis nu en ook in de toekomst. En dat doe je samen met je financieel adviseur. Die houdt er namelijk ook rekening mee als jij bijvoorbeeld een kinderwens hebt of een baan wil gaan veranderen. Allemaal live events die je kunnen overkomen. Ga je naar een bank toe, brengt die altijd prima in beeld wat je kan en mag lenen. Maar nogmaals, vele malen belangrijker is wat jij wilt uitgeven aan je maandlasten. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze vlog. Graag tot de volgende keer.